Welkom mensen, bij weer een gloednieuwe video. Vandaag hebben we jullie weer een nieuwe aflevering van het Asterix Park in Frankrijk. We hebben vandaag de vierde aflevering voor jullie en we hebben weer twee attracties in petto. Namelijk nummertje 33 en nummertje 19. Er zijn namelijk twee achtbanen waarvan deze we de vorige aflevering al gezien hadden. Ja, zie je, dat klinkt zo anders jongen, die map van jou. Je moet rustig klikken. In plaats van spammen. Ja, het zal wel. Met deze gave... Hé, hey, wat is dit trouwens? Ja, dat is iemand die een disc zo'n schijf gooit. Die schijf? Daar gaan we in zitten. Disc Obelix. Obelix zonder kleuren. Houdoe. Maar goed, in ieder geval gaan wij deze attractie verkeerd, doen. Hè? Echt? Ja, jij bent weer bij de verkeerde dingen erin gegaan. Oh. In ieder geval gaan we deze attractie doen en nog een achtbaan een stukje verderop. Dan gaan we volgende aflevering de laatste twee attracties doen. Dus dan weten jullie dat in ieder geval alvast. Hebben jullie er zin in? Klik even duimpje omhoog. En als je zelf de server wilt joinen, je paste het in de beschrijving. Kun je het ook met audio proberen. Wij hebben namelijk geen audio. Dus ik ben ook wel benieuwd wat er dan bij toegevoegd wordt. Omdat we eigenlijk voornamelijk veel achtbanen gedaan hebben. Of afgeleide van de achtbaan. Ik zal hier even wachten, anders loop ik al over die pressure plate heen en dan begint hij dadelijk zonder jou. Oh, dat ging ook elke keer precies op die pressure plate. Ik vond het elke keer toch wel knap dat hij klaar stond als wij er waren. Maar het is toch ook pas dat hij af gaat tellen als je erin gaat zitten. Zo. Oh, dat is wel gaaf. Waar is het dan handig om te zitten? Hier, best hier. Ja? Oh, dit is wel gaaf. Oh, maar hier gaat hij niet aftellen. Denkt hij dat we nog geen plek hebben gekozen? Oh, als het goed is wel. Wacht, dat is nou... Oh, ik kan er ook niet uit. Nee, we zitten hier voor goed vast. Nee! Ja, yeah, daar gaat hij. Oh, daar gaat hij. Dus gaat gewoon een beetje op en neer. Maar wel, is wel cool, want hij gaat dus echt over dat ding heen. Over dat pad. Ja. Ja, en kunnen we weer naar mensen gaan schreeuwen. Hier is niks aan! Je wordt een misselijk in! Ja, kijk trouwens die rolstoelbordje, waar is dat? Eigenlijk aan de binnenkant. Oh, maar hij draait ook ermee. Het is dubbel draaien. Kitsen worden. Volgens mij is dit voor de server echt een zware attractie. Ziek grote model ook. Ja, maar kijk ook al die plekken die moeten dan meebewegen waar je zit. Die bruine dingen. Ja. Ik vind het toch wel knap. Nou, daar gaat hij hoor. Nu zijn we op redelijk volle snelheid. Oh. En dan red je het in één keer eroverheen. En dan is het één keer omhoog en dan weer terug en dan is het klaar, of... Ja, het is gewoon een beetje een paar keer op en neer. En dan weer een beetje uitbungelen. Ho! Keihard! Zit er maar in te blazen. Bungelen! Oh. Na een paar keer begint hij al achter te remmen. Kaarsrecht. Hey, er zit een creeper te kijken, een creeper. Wel? Daar rechts een manneke met een creeperskin. Creeper! Oh ja. Hij heeft het er moeilijk mee, ja, die stuulekes. Mathieu. Stuulekes zit hij. Hey, daar is hij. Kijk eens naar mij, zie je dit nou? Ja, die kaart. Gewoon allebei in die kaart zitten terwijl de manneke aan het kijken is. Hele scherm wit. <wet. laughs> Oh, we zijn hier muntjes aan het farmen. Kom weer langs. Ik weet niet hoe ver hij er ziet.
Keihard bewegen. Die kop op en neer alsof je helemaal misselijk bent. Dat jong durft dat ik niet meer. Hij zit maar op en neer mee te rennen. Hey, meppe. Dat komt los. Ziet er echt grappig uit als je zo zit. Echt zo'n onzin. Oh. Ho. Hij gaat ons daar achtervolgen, pas op. Daar komt ploftie. Die kreper. Shift spammen en dan jouw dingen draaien, dat is ook leuk. En maar. Word je helemaal misselijk. En maar spammen. Dat wordt echt misselijk. Shift gebruiken en dan het draaien. Met jouw muis. Het enige wat ik hoor is. Ik hoor dat niet, dat is het grappige. Lekker, dat hit het uit ook. Nou, schiet nou eens op. Dat is hier altijd zo'n nadeel bij deze attractie. Duurt zo lang voordat die weer stilstaan. Dan gaat hij nou weer helemaal ronddraaien. Ja, terwijl hij weer uit een goede plek staat. Ja, die creeper, daar stut hij. Schelle Louis. Hij gaat zo weg! Stoppen. Matje, weg! Rennen. Hier hebben we nog niet geld voor gekregen, jongen. Waar is het nou weer? Met een zweep. Nou, dan gaan we snel door naar de volgende. En volgens mij moeten we dan deze kant op. Toen ik daar was in het park, was die waar we nu naartoe gaan echt net geopend. Nieuw. Ja, er staat ook bij dat het nieuw was. Of nou, daarachter is hij al, daarachter, bij dat grote gebouw. Ho! En dan, is echt een leuk achtbaantje. Ja? Ja, is wel grappig. Beetje een familie-achtbaan. Familie. Oh, Hanna! Paardje. Pegas. Oh. Dat is pech. Dat is pech. Familieattractie. Dat is pech, attractie weg. Jonge. Ja, daar hadden we niet op gerekend. Dan kunnen we misschien even naar dat vorige dingetje gaan. Ja, dan voorbij gaan we naar nummer 24. Le vol di carré. Is dat dit ding? Ja. Oh ja, hier is hij. Le vol di carré. Hey, creeper manneke. Creeper! Mathieu. Vraag maar aan Mathieu of hij hier deze rij gemaakt heeft. Oh, staat hier helemaal tegen die muur aan te bonken. Bonk. Ik twijfel echt of ik hier nou in ben geweest, ja of nee. Ik denk dat dit een redelijk rustige achtbaan is. Ja, ik denk dat ik er wel in ben geweest, want normaal pak ik alle achtbanen altijd wel mee. De coaster count. Coaster credits. Ja, zit die. Dat zou wel grappig zijn. Een app die dan je locatie volgt en dan weet dat je in die coaster geweest bent. Ja, ik heb nu gewoon zijn eigen bestandje aangemaakt in Excel. Gewoon zeggen, ben ik overal alleen geweest. U wist. Jezus, wat is dit voor lange. Oh, je bent wel in geweest. U wist het. Hij gaat ervoor zitten. Oh, de swap! Ik klik de jongen, nakker. Die Mathieu kent zijn plek wel, en je mee erachter zitten. Die creeperkop. Verification harness. Een creeperkupje. Ja, die gaat daar stuk. Maar dit is dan een soort ook bobslee-achtig ding. Ja, meer een kinderachtbaantje. Kindje. Jeet. Zo. Kinderachtbaantje deze jaar. Ja, gaat niet zo heel hard toch. 3 keer over de kop dadelijk. Hey. Ja, 3 keer foto maken met Flits. Hey, Flits gay. Het gaat hier wel net. Oh, hier, daar ging mijn kopkanaal. Kopstoot tegen het ijzer. Toek!
Spinnenwebbies. Ho, we gaan even de buiten door. Ho! Ik krijg die niet voor elkaar, jongen. Die... Oh, kijk trouwens dat ding bij die besturing. Wat zag jij? Laat ik even kijken. Die hadden zo'n... Slut hem! Oh, je krijgt dan iets in je chat als je dat doet. Hier, wacht, kijk dit. Of waar zit die nou? Huh? Hier. Ja! Oh, dat kan oh, je ja, helemaal zo, ja, zo springend wel. Zo'n mengpaneel, of zo'n paneel helemaal. Ja, dat is echt funny gemaakt. Op die klopte mappen. Ja, hij denkt dat wij de... Hij denkt dat wij de... Dat wij de... Dat wij de weg kwijt zijn, alleen jij. Ja. Ja, mooi. Dat was hem weer voor vandaag. Dan gaan we even kijken wat we de volgende keer gaan doen. In ieder geval... Oh, hij liefst gewoon meteen. Hij is mee weg. Hij zag het niet meer zitten. Internet vloog eruit. Oh. Nou, we gaan in ieder geval huisje van Caesar doen. En ja, voor de rest zien we wel volgende keer. Bedankt voor het kijken. Laat een duimpje omhoog achter als je het leuk vond. En als je de creeperman leuk vond. En dan zien we volgende keer weer. Later. Later, hè.